Heeft u een hoge of zeer hoge kans op hart- of vaatziekte, dan is het extra belangrijk om niet te roken, veel te bewegen, gezond te eten, goed te ontspannen en geen of heel weinig alcohol te drinken. Vanwege uw hoge kans op bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte, kunt u ook aan medicijnen denken. Vooral als u al een hart- of vaatziekte of diabetes mellitus heeft. U krijgt medicijnen die uw bloeddruk of medicijnen die uw cholesterol verlagen. Heeft u al een hart- of vaatziekte, dan krijgt u vaak ook medicijnen die uw bloed dunner maken. Het is goed om samen met uw huisarts te bespreken welke medicijnen bij u passen. U bespreekt de voordelen en de nadelen. Bijvoorbeeld welke bijwerkingen u ervan kunt krijgen. Voorbeelden van bijwerkingen bij bloeddrukpillen zijn bijvoorbeeld veel plassen, duizeligheid of hoestklachten. Mogelijke bijwerkingen bij cholesterolverlagers zijn spierpijnen. Ook is het goed om te weten dat de medicijnen niet altijd voor iedereen werken. Als bijvoorbeeld 60 nog gezonde mensen 5 jaar lang cholesterolverlagers slikken, wordt daarmee 1 hartinfarct voorkomen. Als u dit weet en u heeft bijvoorbeeld veel spierpijn van een cholesterolverlager, dan kunt u samen met uw huisarts best eens de werking en bijwerking van zo'n middel vergelijken en samen kiezen voor doorgaan of stoppen met de medicijn. Heeft u al een hart- of vaatziekte gehad of heeft u diabetes? Dan zijn de medicijnen extra belangrijk om de kans op nieuwe klachten, zoals verlamming van een been of uitputting door een verzwakt hart, kleiner te maken. U zult dan misschien wat eerder een vervelende bijwerking accepteren. Het is altijd goed om na te denken over uw medicijngebruik. Heeft u vragen? Maak een afspraak bij uw huisarts.